Hi, we're Guy and Ilke Pay. Hallo, wij zijn Guy en Ilke Pay. We want to invite you to the Access Conference. En wij willen jullie uitnodigen naar de Access Conference. It's going to be a conference for the entire family. Het is een conferentie voor de ganse familie. It's a conference for your church. Het is een conferentie voor jouw gemeente. It's a conference for you. Het is een conferentie voor jou. There is going to be ministry for leadership. Er zal bediening zijn voor de leiders. Ministry for young people. Bediening zijn voor jongeren. Ministry for children. Bediening zijn voor kinderen. Ministry for everybody. Bediening voor iedereen. So we're going to start Friday, April 17. En het begint op vrijdag 17 april. In the evening. Vrijdagavond. We are going to be ministering to people there. Zal er bediening zijn voor mensen. Then on Saturday. Dan op zaterdag. In the morning we're going to have some leadership training. Zaterdagmorgen zal er een leiderschapstraining zijn. In the afternoon. Zaterdagnamiddag. We're going to minister to the youth. Zal er een speciale jeugddienst zijn. In the evening. Zaterdagavond. There's going to be a meeting for everybody. Is er een dienst voor iedereen? We're going to minister to everybody. Waar er bediening zal zijn voor iedereen. On Sunday. En op zondagmorgen. There's going to be a celebration. Zal er een viering zijn. And there's going to be even service for children. En op zondagmorgen is er ook een dienst voor de kinderen. I hope to see you there. Ik hoop om jou daar te zien. The meeting is going to be in Nieuwenhove in Waregem. De diensten zullen plaatsvinden in Nieuwenhove, Waregem. That's Friday. Dat is vrijdag. April 17. 17 april. Saturday. Zaterdag. April 18. 18 april. And Sunday. En zondag. April 19. 19 april. I can't wait to see you there. Ik kan niet wachten om jullie daar te zien. God bless you. God zegen jullie. We love Belgium. Wij houden van we België. Love West Vlaanderen. Wij houden van West-Vlaanderen. And we hope to see you. En wij hopen om jullie daar te zien. God bless you. God zegen jou. Vooral de ontmoetingen met elkaar als christenen, hè, in eenheid, fantastisch onderwijs en ja, de uitwerking ervan, ja, woord in daad omzetten, je christen zijn uitleven. Ik vind het fantastisch, de ontmoetingen en fantastisch onderwijs. Het woord wat blijft bij de conferentie is openbaring. Ik heb openbaring gekregen over een aantal nieuwe waarheden die ik denk ik heel praktisch in mijn leven zou kunnen toepassen. Wat de conferentie betreft denk ik dat het een noodzaak is om met z'n allen een proclamatie te maken in de hemelse gewesten. Dat we de eenheid niet moeten zoeken, want we zijn hier op basis van bloed van het land, maar dat we de eenheid bewaren. Daarom op naar de volgende conferentie. Fantastisch! Het was heel goed. Amen. Ik denk dat op deze conferentie was er feest onder de mensen over de eenheid. En de eenheid is voor God een poort om zijn liefde uit te starten. En dat is wat gaat gebeuren hier in Vlaanderen. Prachtige conferentie. We hebben enorm genoten van de aanwezigheid van de Heere en de werking van de Heilige Geest. Hij is een persoon in ons midden. En ja, de woorden die Guy gesproken heeft, waren echt geïnspireerd. Het was een prachtig geheel. En ik moet zeggen, ook als voorganger, ik geniet er zo van. En ik wil jullie allemaal welkom heten voor volgend jaar. Dat we hier met het dubbele van mensen zijn. Want God is bezig met een prachtig werk in West-Vlaanderen. En Hij houdt van jullie. Hij wil investeren in jullie levens. Hij wil jullie zegenen. Hij wil jullie sterk maken, zodat België voor Jezus gewonnen wordt. Dus welkom, welkom. Maar dat wil ik erbij voegen. Er is een geweldige diepgang in datgene wat we mogen ontvangen uit de leiding van de Heilige Geest. En datgene wat nu naar voren treedt voor België en specifiek voor Vlaanderen, is iets heel speciaals van God. Het brengt eenheid tussen kerken waar vroeger elkaar niet kennen was, waar vroeger verdeeldheid was. Maar nu komt er eenheid tussen de leiders van de kerken en er komt eenheid onder de mensen die naar de gemeente gaan. Het is een fantastisch werk. Mooi en zo goed om hier te zijn. Het is alsof je batterijen weer opgeladen zijn. Het is alsof je weer duidelijk dingen ziet die troebel geworden zijn. En het is
iets dat ik gewoon voor mezelf ben zo blij dat het gelukt is om hier te zijn. En samen met zoveel mensen, elke keer we leren elkaar beter kennen. En samen God groot maken is iets heel bijzonders. En ik kijk nu al uit naar volgend jaar. Amen. Ik vond het verfrissend, genezend en altijd weer heel bemoedigend om lid te zijn van de grote familie van Christus. En het is de moeite waard, dus ik daag je uit om wees erbij volgend jaar opnieuw in Waregem. Het was goed en het is goed omdat het omdat je wordt opgebouwd. Opgebouwd voor eigenlijk verder te gaan. En dat is fantastisch. Als je zegt, we zitten in de boot met Jezus, dan heb je doel. Altijd. Wat dat de weg mag zijn, wat een koers hij mag varen. Het is een kleine roer dat een boot heeft, maar het is belangrijk dat je Jezus volgt. Van Jezus. Er was echt heel veel kracht. Mensen aangeraakt. En bovenal de liefde van God was aanwezig. En mensen zijn daardoor diep geraakt in hun hart. En je ziet openheid van mensen. Een stukje vrijheid is er gekomen. En saamhorigheid. Mensen zijn samengevoegd. Er komt een eenheid. En er gaat, ik kreeg vanochtend de woorden, er gaat opwekking komen in Vlaanderen. En de wereld zal ervan gaan horen. Dat was wat ik als indruk van deze conferentie heb. Super. Amazing conference, refreshing. The word, the living word of God, we received it right through our hearts. It was very good. We are thankful that he used Guy and Hilke to bring, to come, to serve us, to bring his love here in West Flanders, in Belgium. We are very thankful to know our God, that he took us together here to serve him. With all churches together, different churches together, and many, many, many people are touched. Many people were healed. It is one word. It's amazing, and we serve a holy, holy God.